Dankjewel voor het uitnodigen. Ik wilde hier al veel eerder komen, maar ik ben de laatste tijd veel aan het kijken in het buitenland. Want de vraag die bij mij speelde, bij velen, is dit nog wel mijn land? Ik hoop dat ik met mijn speech ook mensen motiveer en hoop geef. Lieve mensen, vandaag zijn we bij elkaar voor de vrede. Iets waarvan ik dacht dat het in Nederland niet omstreden was. Toch is dat sinds de oorlog in Oekraïne anders. Het is tegenwoordig radicaal om op te roepen tot het staakt het vuren. En ben je een landverrader als je je kinderen niet naar een ver land wil sturen om daar in de gehaktmolen van een militair-industrieel complex tot mest te worden vermalen? Als ik zeg sinds de oorlog in Oekraïne, dan ben ik niet helemaal eerlijk. De Nederlandse politiek staat al langere tijd aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het steunen van de moorden in Irak door de NAVO, maar eigenlijk daarvoor al in Joegoslavië. Het waren allemaal stappen naar een terreurstaat die wapens levert aan autocratische regimes en massaal oorlogsmisdaden pleegt. Natuurlijk zijn er de hardliners die beweren dat er voor vrede oorlog nu eenmaal nodig is. Die maken een grote denkfout. Wat er wordt weggelaten is ter verdediging, een uitgangspunt van de NAVO. In ieder geval zo wordt het ons verteld. Een defensieve alliantie die nog nooit oorlog voerde ter defensie van het grondgebied van enig NAVO-land. Laat het even op je inwerken, dat zegt genoeg. Ook zijn er haviken bij die de moral high ground aanhalen als uitzonderingsgrond om toch een oorlog te voeren. Termen als het beschermen van de democratie of het stoppen van de expansiedrang of opkomen voor de soevereiniteit voor landen wordt veelvuldig genoemd. Het is vooral holle retoriek. Welke democratie? In Oekraïne zijn geen verkiezingen. Worden politieke partijen, kerken, minderheidstalen en journalisten verboden en opgesloten? En is het niet de NAVO die wil uitbreiden naar het oosten? De meest bizarre van alle pro-oorlog argumenten is toch wel het voorkomen van oorlogsmisdaden. Dat is nog nooit gelukt. Sterker nog, naarmate een oorlog langer duurt, treedt er normvervaging op en worden er juist meer en gruwelijker misdaden gepleegd. Dat is algemeen bekend. Sowieso is het een vreemd begrip alsof moord onder bepaalde omstandigheden bijna goed kan zijn. Het is alsof je een verkrachter vraagt om alleen vrouwen te verkrachten die in ieder geval al de leeftijd hebben dat ze ongesteld worden. Want dan is het minder erg. Waar hebben we het hier over? Natuurlijk heeft Oekraïne het recht om zich militair te verdedigen. Maar wat is onze rol daarin? Natuurlijk heeft Israël het recht zich te verdedigen. Maar waarom wordt er een vernietigingsoorlog gevoerd buiten haar eigen landsgrenzen? Waarom zouden wij deze regimes, die ook in eigen land meer dan omstreden zijn, steunen met geld, wapens en propaganda? Dat is wat wij vandaag aankaarten. De rol van de NAVO en in het bijzonder die van Nederland. Waarom maakt Nederland zich veelvuldig schuldig aan misdrijven? Met grote woorden, andere landen de les lezen over mensenrechten, maar ondertussen zijn wij als demonstranten in een database vastgelegd en merken we elke dag bij het verkrijgen van een bankrekening of het uiten op sociale media of op ons werk dat wij tweederangs burgers zijn geworden. Universele mensenrechten klinkt prachtig. Een groep landen die afspreekt dat zij zullen garanderen voor hun eigen burgers en elkaar aanspreken als zij denken dat het ergens fout gaat. Inmiddels is het opzichtig afleiden van wat er van allemaal fout gaat in eigen land. Hoeveel politieke gevangenen en vervolgingen zijn er al geweest de laatste paar jaar in Nederland? Hoeveel mensenrechten zijn er al geschonden door dit regime? 100? Wellicht duizenden? Toen ik vastzat was dat nieuws. Maar naast mij hebben velen anoniem een nacht, een week of zelfs maanden in de cel gezeten. Omdat zij demonstreerden. Omdat zij opkwamen voor hun rechten, omdat zij hun rechten niet zomaar lieten afnemen. Juridische werkstukken vanuit het OM over verzet bij arrestatie, weigeren van vordering, belediging van ambtenaar, opruiing, bedreiging en nu de meest recente, doxing. Het zijn allemaal middelen om critici de mond te snoeren. Hoezo wijzen wij naar China, Iran of Rusland? David Icke mag het vasteland van Europa niet meer in. Niet omdat hij verdacht wordt van een strafbaar feit, maar omdat hij de draak steekt met de heersende elite en hen reptilians noemt. Maar vooral omdat hij aankaart dat onze leiders praatpoppen zijn van de macht erachter en dat wij onze soevereiniteit terug kunnen krijgen door resoluut het bestuur af te wijzen. Wat hem wordt verweten, wordt ons allen verweten. Namelijk, wij zijn
complotdenker, radicaal, xenofoob, extremist of nog erger, anti-institutioneel extremist of extreem rechts en de moeder van alle laster en smaad, wij zijn allemaal antisemiet. Zodra je kritiek hebt op Israël, ben je antisemiet. Of als je kritiek hebt op Zelensky, ook antisemiet. Of als je kritiek hebt op Pfizer, met Bourla, ook antisemiet. Of als je kritiek hebt op Soros, antisemiet. En ga zo maar door. Dit opzichtige frame komt op zijn einde. Mensen hebben door dat zionisme niks met geloof van doen heeft. En dat criminelen crimineel zijn, niet omdat ze joods zijn, maar omdat ze misdrijven plegen. Poetin gaf een mooi interview bij Tucker Carlson. Toch overtuigde hij mij niet om de Russische vlag te hijsen. Ja, hij is wel bespraakt, intelligent, strategisch, komt coherent en authentiek over. In feite is hij alles wat wij zouden wensen van onze vertegenwoordigers die niet verder komen dan oorlogshitsen of geen actieve herinnering hebben of niet eens meer hun eigen naam weten. Maar Poetin is de leider van Rusland, niet van Nederland en niet van Europa. Ik denk ook niet dat hij het interview gaf voor het Westen, maar juist voor zijn eigen achterban. Poetin komt ons niet bevrijden. Wellicht is hij tegen elementen uit Agenda 2030, maar denk niet dat de vijand van onze vijand onze bevrijder is. Wij zullen onszelf moeten bevrijden. Ook een Trump, door velen hier geprezen, is niet de verlosser. Trump en Poetin waren aan de macht tijdens COVID-19. Ze hadden met elkaar kunnen bellen en het direct kunnen stoppen. Dat hebben ze niet gedaan. Zouden we beter af zijn met leiders als Trump en Poetin? Misschien. Maar het is aan ons om de regie over ons leven en ons land terug te krijgen. Wij zijn bezet gebied. Dat besef is bij velen nog niet volledig ingedaald. De aanval op onze samenleving is al een langere tijd gaande. Het werd alleen heel zichtbaar door COVID. En nu in de versnelling van Agenda 2030, met een regime dat gedeeltelijk ontmaskerd is en haast maakt in de angst dat het megalomane plan niet meer gaat lukken, we ons koste wat kost oorlog en honger opdringen. Dat lukte alleen door ons te verdelen en over niet bestaande problemen zoals stikstof, CO2 en pandemieën te laten kibbelen. Als we het over oorlog hebben, dan hebben we het over de karakterfout van de mensheid zelf. Oorlog is altijd vol misdaden, altijd massamoord, genocide, vernietiging en groepsverkrachting. Een schone oorlog is volstrekte nonsens. Daarom is het van het grootste belang om in alle gevallen af te wijzen en het te smoren waar het kan. Dat betekent altijd oproepen voor onmiddellijk staakt het vuren. En dat betekent onvermoeibaar inzetten voor onderhandelingen. Eigenlijk alles doen om het moorden te stoppen. En dat is wat wij eisen van ons regime. Non-violent, non-cooperation is de enige manier om dat geweld te deescaleren. Als er niemand meer naar het front gaat, is de oorlog onmiddellijk afgelopen. Zo simpel is het. Maar waarom zijn er dan nog zoveel idioten die bereid zijn om te moorden? Propaganda. Het is het belangrijkste wapen in een oorlog. Natuurlijk is het effectief om de tegenstander in verwarring te brengen, maar propaganda is in de eerste plaats gericht tegen het eigen volk, om ze wijs te maken dat het een goed idee is om te sterven of een moord te plegen of om je kinderen de dood in te sturen. Als ik het zo zeg, dan klinkt het ongelooflijk, maar toch zijn er honderdduizenden mensen die sterven in oorlogen omdat ze wijs zijn gemaakt dat je je land, je geboorterecht, je geschiedenis, je taal, je cultuur het waard is om voor te sterven en voor te moorden. Het zijn leugens, mensen. Natuurlijk hebben wij het recht tot zelfverdediging. En dat strekt ook uit tot je huis en je gezin. Maar niet verder dan dat. Als niemand jou aanvalt, is er geen enkele rechtvaardiging om toch een moord te plegen. Die mythe, dat verhaal over het uitverkoren volk, of de American exceptionalism, of de white man's burden, of de ubermensch, zijn precies die leugens. Leugens om dat volk, dat is wijsgemaakt dat ze beter is dan de ander, aan te zetten tot extreme wreedheden tegen mensen die ze niet eens kennen. Assange zit in de gevangenis en betaalt misschien wel de ultieme prijs, zoals journalisten die onafhankelijk over oorlog berichten vaker het doelwit zijn van mensen die belang hebben bij moordpartijen. Zijn misdaad was het openbaar maken van oorlogsmisdrijven. Daarmee doorprikte hij de mythe van de schone oorlog voor vrijheid en democratie en liet hij zien dat het dezelfde griezels zijn die ons vertellen over universele mensenrechten en onze morele superioriteit. In de werkelijkheid
hebben dit soort mensen geen enkel respect voor het leven en kijken ze op ons neer. Wij zijn vervangbaar. Collaterale schade. The useful idiots en the useless eaters. Nog een woord over polarisatie. Nu zou het heel verleidelijk zijn als wij, die de trucs doorzien, om dan juist een heksenjacht te beginnen op de griezels die we zien. Zoals een Bush, Blair en Balkenende. Maar ook een Boris Johnson, Hillary Clinton of Mark Rutte. Ja, dit zijn stuk voor stuk misdadigers. Die moeten worden berecht. Maar maak niet de fout om te denken dat zij exceptioneel zijn. Het zijn toevallig diegenen die net wat beter konden liegen. En net wat minder last hadden van hun geweten. Dan de volgende Piet of Kees. Die aanleg tot immoreel gedrag zit in ieder mens. Een eerste stap is dit toe te geven. Een volgende stap is om het niet meer toe te staan in het eigen handelen. De derde stap is het niet meer toe te staan in het handelen van onze vertegenwoordigers. Wat ik zie is dat conservatief rechts zich opwerpt als hoeder van onze waarden, gezinssteen, hoeksteen van de samenleving, tegen LHBTI-hype, voor de boeren, tegen migratie, voor free speech, tegen klimaatbeleid, kritisch op oorlog. Toch overtuigt het mij niet om naar de kerk te gaan of boer te worden of mij af te zetten tegen LHBTI'ers of migranten. Natuurlijk zijn we bondgenoten in de bestrijding van Agenda 2030. Maar wat tegenwoordig extreem rechts wordt genoemd, gaat lang niet ver genoeg. Agenda 2030 is een anti-mensagenda. Deze zou elk mens resoluut moeten afwijzen. Daar hoef je niet rechts of conservatief voor te zijn, maar juist compassievol, cosmopoliet, pacifist, progressief, sociaal denkend en voelend. Eigenlijk alles waar links vroeger voor stond. Dat morele kompas heeft niks te maken met gelovig of niet, met moslim of christen, met socialist of conservatief, met globalist of libertariër, met rechts of links. Het is vooral bij jezelf blijven. Niet meegaan in de gouden bergen die worden beloofd. Niet meegaan in het leugentje om eigen bestwil. Niet meegaan in de vriendjespolitiek. Niet meegaan in de quid pro quo. Niet meegaan in welke vorm van corruptie of chantage dan ook. Natuurlijk zijn er verleidingen, zeker als je hoog in de emotie zit. Maar wraak levert geen liefde op. Net zo min als dat een leugen doordringt tot de waarheid. Net zo min als dat geweld leidt tot vrede. Blijf in liefde, maar verzet je met alles wat je hebt tegen deze dictatuur. Accepteer geen leugens, doe geen concessies en wij zullen winnen, zonder een schot te lossen. Dank jullie wel, mensen. Helemaal je speech, dankjewel Willem.